als we gewoon hier doorknippen, is dat wat? Knip, knip, knip. En dan zien we los. Knip, knip, knip. Dat is pijnlijk, dat knip hoor. Dat kan wel. Pats, nee, knip het maar af. En dan is hij eraf. Want dit moet, dit moet al helemaal gedraaid worden. Het is natuurlijk ook niet. Ja? Maar het mag gewoon een tangetje afknippen. Dan is de bovenkant los. Dan hoef je alleen deze panel los te halen. Ja, dat kan. Begrijp je wat ik bedoel? Ja? Ja. Maar wel echt heel graag af hebben. Ja, dat zie je toch? Mag het? Zo, ik voel deze voel ik wel hoor. Nee, dat is de bedoeling ook. Zal ik het laatste doen, als die stellage weg is, dan heb je de ruimte. Ja, maar dat kan je al vanaf hier doen, hè? En daarna dat eraf knippen. Oké, die volgorde. Als ik genoeg... Nou, hou me vast, hè. Ik zeg als ik ga beginnen, ja. Als ik genoeg ruimte heb om op te draaien. Hij draait niet. Hij draait niet. Ah! Ah! Ka! Ja, dus het begin. Ah! Tja! Oké. Nou neemt het af. Ah! Zakt hij? Oh, zeg, het gaat helemaal naar mijn voet toe, jongen. Die pijn schuiten. Ah! Laatste stukje voel je in één kap. Ah! Oh, dat is niet goed voor dit YouTube-filmpje, hoor. Voor die mensen. Oh. Shit, hè? Hoop ik dat deze minder pijnlijk is. En dan die knip alleen even het haartje door. Zo, dat had ik niet verwacht dat het zoveel pijn daar. Ja, dat zei ik, hè. Begin de eerste slag. Ik voel het helemaal in mijn voet hier, jongen. Een soort zenuw of zo, ik weet niet wat het is. Ja. Ja, het is waarschijnlijk het botvlies. Het botvlies is echt super gevoelig. Oké, nu gaat het alweer. Leg je andere benen maar bij, dan lig je iets relaxer. Nee, goed zo. Nee? Kan je zo een beetje afzetten zo? Nu gaat het.